De Surinaamse overheid zal uiteindelijk beginnen met woningbouw van 3000 woningen. Er komt geen lockdown in december, meldde het communicatiedienst Suriname. En arrestanten in het cellenhuis gooiden massaal hun voeding weg. Goeiedag. Dit is Regionieuws TV Suriname van 15 december 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. De Surinaamse overheid zal uiteindelijk beginnen met woningbouw. President Santokki schreef onlangs op Facebook dat 3000 woningen zullen worden gebouwd binnen de Affordable Housing Project. De Islamic Development Bank stelde meer dan 30 miljoen US dollars beschikbaar voor de bouw van betaalbare woningen. Daarna bleef het meer dan 3 jaren stil. Er werd wel geld opgenomen uit het bouwfonds, maar er werden geen woningen gebouwd, blijkt uit de woorden van Santokki. Hij riep op om geen politiek te bedrijven met het project. Maar dat is precies waar Patricia Adnel van de NPS zich boos over maakte bij TBN Prime Alert. Toen haar voorzitter Gregory Rusland nog belast was met de woningbouw, wilde de regering het project niet steunen. Dat was het vrees dat Rusland politiek zou scoren hiermee, meent zij. Er ging wel 7,5 miljoen US dollars naar het particuliere woningbedrijf Pan American Real Estate. Een klokkenluider deponeerde onlangs een klacht bij de procureur-generaal omdat president Santokki en minister Nur Mohammed zich hiermee schuldig zouden hebben gemaakt aan fraude en corruptie. Nu Rusland buiten beeld is, is er opeens wel geld voor woningbouw, constateert Adnel. Er komt geen lockdown in december, dat meldde de communicatiedienst gisteren. En het bericht op de Facebookpagina van VHP Mediacommissie is nep. Binnen de samenleving was ophef ontstaan over een bericht op Facebook. Er zou van 19 tot en met 23 december een gedeeltelijke lockdown zijn. Dat zou zijn als reactie op de bedreigingen door leden van de NDP van Desi Bouterse. Die hoort op 20 december of hij de komende 20 jaar al dan niet in de gevangeniscel zal moeten doorbrengen. Het bericht op de Facebookpagina van de VHP Mediacommissie is nep, omdat de VHP Mediacommissie niet eens een Facebookpagina heeft. De VHP heeft slechts 1 Facebookpagina en die heeft de naam Vooruitstrevende Hervormingspartij en dan streepje VHP. Dat zegt de partij. De VHP heeft dit meerdere malen gerapporteerd aan Facebook, maar die heeft nooit stappen ondernomen tegen de fakepagina. Bovendien moet er een wet zijn die zo'n lockdown mogelijk maakt. En die wet die is er nu niet, meldt het ministerie van Justitie en Politie. Deze week lekte een geheim document uit waarin werd ingegaan op de veiligheidssituatie rond de rechtszaak tegen onder andere Desi Bouterse. Het korps politie maakte eergisteren via haar website bekend dat ze sinds dinsdagnacht in verhoogde staat van paraatheid was. Dit bericht is inmiddels van de website verdwenen en is ook op andere websites weggehaald. Arrestanten in het cellenhuis van het politiebureau Nieuwe Haven gingen spontaan in actie tegen de kwaliteit van hun voeding. Het eten smaakt slecht en daar hebben ze vaak genoeg op gewezen, vinden de gedetineerden. Het voedsel werd daarom massaal weggegooid. De baaiersklanten klagen al jaren over de kwaliteit van de catering, schrijft Waterkant net. Zij moeten al veel te lang wachten tot hun zaak voorkomt. En daar komt vervolgens de onverteerbare hap overheen. Met hun actie lieten ze weten hoe zij denken over het horecagedeelte van hun verblijf. Waterkant meldt dat de gedetineerden na hun actie de troep zelf opruimden. En tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download onze app en nieuws melden kan aan suriname@regionieuws.tv. En als u via YouTube kijkt en spreekt het nieuws u aan, like ons en vergeet niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.